Straks een streepje porno. Dit leidt tot niets. Alcohol en drugs. Moet kunnen. Braaf geweest? Nee. Queen commands this honorable house. In het treinstation worden ook rookbommen aangestoken. Niet hoe het daar afloopt. Het klimaat verandert niet, mannetjes. Is het oké om vrouwen te verkrachten? Kosten van burger, hè. We pulled it off, didn't we? Boys will be boys, Wim. Le facile de prendre les gens en otage. Dat betekent dat ze uiteindelijk ook geen subsidie meer krijgen. And we still believe it's a terrible deal. Voilà. De turbulente tijden gaan onbesneden door. Gelukkig zijn wij hier om uw moreel kompas terug te kalibreren. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en we zetten het terug op Zuid. Welkom bij de 13-jarigen van het internet bij deze allerlaatste aflevering van 2019. Omdat deze preek in een speciale feesteditie gehuld is, beginnen we voor ene keer met internationaal nieuws. En even uitzonderlijk... Eerst nieuws over de Brexit. Afgelopen maand waren het verkiezingen in Engeland en Boris Johnson heeft... Hij heeft gegokt en gewonnen. De rechtsconservatieven halen een absolute meerderheid. Monsterzegen is het dus geworden voor Johnson. En ik vind dat plezant, want zo gaat de mop nog even door. Boris Johnson was heel poëtisch over dit resultaat. A new dawn rises on a new... Maar zijn tegenstander Jeremy Corbyn daarentegen... ...ziet één belangrijke reden voor de nederlaag van zijn partij. En die reden zou wel eens dit kunnen zijn. Ik vind het opmerkelijk dat ze daar in het noorden deze internationale socialist beschuldigen van racisme. Bij ons is die eer meestal voorbehouden voor de nationalisten. Maar goed, ze rijden daar tenslotte ook aan de andere kant van de weg. Wat gaat er nu gebeuren? Het akkoord over de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is goedgekeurd. Ja, ja, 13-jarige. Zet het toch maar in uw agenda. 31 januari 2020. Maar dat is dan wel buiten één perverse Hollander gerekend. Frans Timmermans heeft een brief geschreven aan de Britten. Frans Timmermans begon zijn ongepaste en ongewenste liefdesbrief op een heel romantische noot. Ik ben als een oud minnaar. Vervolgens werd hij passief-agressief. Ik weet dat jullie denken dat jullie uniek en anders zijn. En tot slot speelde hij het slachtoffer. Ik voelde me diep gekwetst. Vervolgens ondertekende hij met Francine. Gelukkig zijn er nog redelijke Nederlanders die beseffen dat de scheiding geen breuk is. Oh, nou... Ja, maar ik kan toch nog naar Engeland reizen? Maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk... Zijn de Brexiteers daar nu een feestje aan het bouwen? Ja, en wij hebben daar beelden van. Pam, 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 pam. Dichter bij huis dan, het kanaal over, is er eigenlijk geen nieuws. In Frankrijk is het protest tegen de pensioenhervorming nog niet gaan liggen. De Fransen protesteren. Traditiegetrouw verloopt dat heel vreedzaam. Opstootjes met de oproerpolitie. Ze protesteren, ze staken, ze vechten met dit als fantastisch resultaat. Voor veel Fransen wordt het moeilijk om bij hun familie te geraken voor de feestdagen. Maar ik wil eigenlijk niet over dit protest spreken. Ik wil over dit protest spreken. In verschillende steden in Frankrijk hebben vrouwen geprotesteerd tegen partnergeweld. Partnergeweld, passiemode, gewoon vrijdagavond bij ons thuis, is niets nieuws. Maar dit is wel nieuw. De Fransen hebben er een woord voor, feminicide. Feminicide. Gelieve uw politiek uit mijn filologie te halen. Wij als echte Romeinen weten dat het woord voor moord homicide is, niet hominicide. Het woord is dus femicide, die niet staat er, door feministen die niets kennen van Latijn. Deze voorlopig intelligente vrouw zegt het goed. Femicide. En dat klinkt ook veel logischer. Mensen die het woord feminicide gebruiken, plegen voor mijn part suïcide. En er volgt nu een boodschap van zijn majesteit de koning. We beleven een scharnierperiode. Scharnierperiode is een holwoord. Het betekent niets en je kunt het niet leggen bij Scrabble. De kerstboodschap zat vol met lege leuzes. 6 minuten lang, waarvan er 3 minuten gesproken werd. Wij hebben het voor u samengevat. Om zaken te kunnen veranderen, moet je er eerst in geloven. Dit is niet de tijd om op te geven. Alles is een kwestie van attitude. Je moet ook willen zien en horen. Om te kunnen bouwen, hebben we nood aan een constructieve ingesteldheid. Maar ook duidelijk die stille kracht die schuilt in het discrete. Als iemand weet wat de koning aan het zeggen is, mocht je het in de commentaren onderaan zetten. Maar als het op gebakken lucht aankomt, wordt de vorst wel overschaduwd door zijn dochter. Ik geloof in de toekomst. Ik geloof ook in de toekomst. De toekomst komt altijd toe. Voor mensen gaat tijd maar in één richting, van verleden naar toekomst.
Enfin, we moeten door met de beelden die het land toch wel een dag of twee in rep en roer hebben gezet. Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld, maar ze willen wel niet meer hun benen open doen. Het KVAV van Gent heeft een lezing georganiseerd met de befaamde tettendokter Jeff Hoeybergs. Een lezing die een week later in het verkeerde keelgat schoot bij feministische studenten die niet kunnen scanderen. Ze hadden zich misschien verwacht aan NSV, dat past beter in het ritme. Dit alles leidde tot een interview op de afspraak met Wolfgang van der Veke Vinken. Die jongen. Daar ging hij in discussie met die vrouw van dat stukje van Frankrijk, dat pas. Zijn vrouwen dom? En deze Limburger-hater was er ook. Qua kwaliteit kan je toch veel beter doen dan zo'n dokter uit Limburg. Ja. Wolfram werd direct beschuldigd van de ergste doodzonde volgens de VRT. Bent u zelf lid van Schild en Vrienden? Nee. Lid geweest? Nooit lid geweest. Maar kom, zondigen tegen de kerk van de VRT is niet illegaal. Wat is het probleem nu eigenlijk? U hebt vandaag klachten ingediend. Omdat ik echt gechoqueerd was toen ik gisteren dat filmpje te zien kreeg. Zet het filmpje dan af. Geduwd op Ctrl-W of Alt-F4, desnoods trekt je de stekker uit het stopcontact. Farah, kun jij niet wat duidelijkheid scheppen? En welke wet heeft hij overtreden? En nu verwacht ik een even duidelijk antwoord. Er is een heel duidelijke wet in ons land die zegt dat het verboden is, dat er zelfs gevangenisstraffen staan op het aanzetten tot haat. Wat meneer Hoeybergs doet, is aanzetten tot haat. Maar laat mij heel duidelijk zijn, hè. Ik zie vandaag dat er op alle mogelijke manieren wordt aangezet tot haat. Sorry, aanzetten tot wat? Kijk, als Jeff Hoeybergs al heeft aangezet tot haat, dan was dat haat tegen hemzelf. Hij is een vuilgebekt varken en dat is hij altijd al geweest. 5 jaar geleden nog zei hij dit. Tuurlijk heb ik geen borstvoeding gehad, dan zat ik hier niet met 20 kilo te veel. Moet het KVAV hiervoor gestraft worden? Nee, want dat betekent geen geld en geen infrastructuur. 2 maanden schorsing voor het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Jammer. Onze eigen dokter wou hier ook iets over zeggen. In de plaats van te zeggen, ze willen hun benen ermee open doen, had hij moeten zeggen, ze houden hun me toe. Maar dat doet er niet toe, want de beste berichtgeving kwam van het wereldwijde fenomeen YOLO-tanker. Link in de beschrijving. Dan was er nog heel slecht nieuws voor Gent. Na Antwerpen en Brussel komt nu ook in Gent een lage emissiezone. Een lage emissiezone betekent dat oude, vervuilende auto's de stad niet meer binnen mogen. Rijke mensen kopen gewoon een nieuwe auto en voor de normale mensen... Wie zijn oude wagen niet van de hand wil doen, kan een tijdelijke toelating krijgen. Daarvoor moet wel betaald worden. En dat is heel triest voor de arme mensen van Gent. Vooral zij die aan de rand wonen. Mijn garage is binnen die zone natuurlijk. Voor het mens dat ik buiten moet, dan moet ik betalen. En je maakt ook niet elke Gentenaar wijs dat dit een goede zaak is. Ik weet niet, als we betalen, is dat dan natuurgereinigd? Nee, je zult het niet eens merken. We gaan dat effect niet onmiddellijk gaan merken, niet in de komende maanden of zelfs jaren. Maar je zult het wel zien op je bankrekening. Tot slot hoop ik dat je een bankkaart en rekening voorhanden hebt, want... Dit zal vanaf 1 juli niet meer mogelijk zijn met contant geld betalen op bussen of trams. Goed nieuws, 13-jarige, vanaf de zomer kunt je niet meer met geld betalen op de bus. Er zijn wel 2 alternatieven voorzien. Ene is je bankkaart of je kredietkaart, waar zo'n speciaal symbooltje, een wifi-symbooltje op staat. Buiten als je geen bankkaart hebt. En dat is geen wifi-symbool. Gelukkig is er nog een mogelijkheid. Met een app op je smartphone. Buiten als je geen smartphone hebt, natuurlijk. Ik heb het altijd al vreemd gevonden dat openbaar vervoer geld kost. Nu maken ze het u moeilijker om te betalen en daarbovenop verhogen ze nog eens de tarieven. Prijsverhoging van 2 tot 3 euro tot maximum 10 euro. En dat terwijl de lijn nog steeds belabberde dienstverlening heeft. Weet je, die schermen die daar sinds de eeuwwisseling in het midden van de bus hangen, die geven na 20 jaar nog steeds niet de correcte haltesfeer. Ik zou zeggen, pak die bus gratis. Maar deze oude anarchist was iets creatiever. Als de bus zegt dat je moet betalen, haal de uw betaalmiddel boven. Centjes, 2 centjes, 5 centjes. En je betaalt daarmee. En willen ze dat niet aanvaarden?
derde, dan zeg jij, dat is uw probleem. En dan blijf jij op die bus en dan moeten ze de politie, de Rijkswacht, het leger en de UNO inschakelen om u van die bus te komen verwijderen. Wat hun veel meer zal kosten. Maar natuurlijk, ze willen het geld afschaffen. Ze willen rechtstreeks in uw zak zitten. Je moet er zelf geen geld meer in steken. Ze gaan er alles uithalen wat dat erin zit. Maar toch nog een prettig nieuwjaar. En een gelukkig nieuwjaar voor u, dokter. We kunnen al raden wat er gaat gebeuren. Mensen gaan het machine fout gebruiken of misbruiken, waardoor ze denken dat ze een correct vervoersbewijs hebben, tot de controleur komt opdagen. De controleur zorgt voor een boete en de klacht komt bij de ombudsman. Daar hebben we geen zin in. En deze boodschap werd u gebracht door de ombudsman zelf. Doet die jongen een plezier en blijf gewoon thuis van de jaar. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Een lage emissiezone voelt je meer in je portemonnee dan in je longen. 2. De woorden van de koning zijn zo hol als zijn hoofd. 3. Chef Hoeybergs heeft nog steeds geen borstvoeding gekregen. Hij weegt ondertussen 60 kilo te veel. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit debiel showke. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met deze wens en een poging tot een Vlaams accent. Gelukkig nieuwjaar.